begint ons allemaal al een beetje te dagen. Maar het is trouwens voor die kersverse bewindspersonen ook niet allemaal helemaal duidelijk. Ik ben ook blij dat ik hier als eerste van het nieuwe kabinet hier het woord mag voeren. Dat vind ik een grote eer, voorzitter. Dank, voorzitter. Ja, je hebt geen knopje hier, hè, begrijp ik. Het gaat vanzelf lopen. U staat, u staat altijd aan bij ons. Het is, ja, dat idee heb ik al 2 maanden lang. Ik denk dat, dat de persoon die daar zat of die hier staat absoluut dezelfde is. Maar gelukkig maar dat ik me ook af en toe laat overhalen of overtuigen door ambtenaren. Ik ben inmiddels de blokjes een beetje kwijt, om heel eerlijk te zijn. Maar ik heb wel een aantal onbeantwoorde vragen die ik gewoon even langs zal lopen. Rechte arbeidsmigratie. Blokje gericht, weet je. Oh ja. Ja, en zo zien we daar dus al dat mensen dan nog even wat dingen toegefluisterd krijgen van mensen zoals u, van mensen, ja, op de ministeries. Je bent lang topambtenaar geweest op alle verschillende ministeries. Ja. Kunnen eigenlijk die nieuwe bewindspersonen zonder mensen zoals u? Wow, dat is wel een hele gewetensvraag. U hoeft niet bescheiden te zijn. Nee. Nee, volgens mij moet je dat niet doen. Het domste is om geen gebruik te maken van de kennis die in je directe omgeving beschikbaar is. Dus je komt binnen als minister en er staat echt een hele ploeg mensen klaar om je te gaan helpen, om te gaan besturen. Ja, want als je dat filmpje ook zo ziet, dat is ook wel nodig, want het is allemaal veel, het is allemaal nieuw. Ja, dit is een van de voorbeelden die ik misschien kan noemen. Annette Nijs werd ooit staatssecretaris en heeft zich 2 weken opgesloten voordat ze met de ambtenaren wilde spreken. Ja, dat hebben wij niet de meest succesvolle start gezien. Want dan scherm je jezelf eigenlijk af van alle kennis die er aanwezig is. Het is natuurlijk tegelijkertijd zo dat u weet dat deze bewindspersonen in deze dagen, deze weken nog het meest te kneden zijn. Nou, sommige zijn onkneedbaar. Dus je gaat wel kijken wie is wie en wie heeft wat nodig. Dus je vraagt, hoe wil je besturen? Wat heb je van ons nodig? Wat kunnen we aanbieden? Ja. De beste start die ik met ministers elke keer heb gemaakt is dat je overweer zet. Dit weten wij en dit wil ik. Ik heb een erg kneedbare minister van Volksgezondheid ertussen zien staan. Agema, die in ongeveer 8 weken tijd als een blad aan een boom draait. Meer commercie in de zorg. Sluiten van ziekenhuizen, cruciale onderdelen van ziekenhuizen. Ja, ik ben daar echt er wel van geschrokken, hoor. Ik bedoel, je moet altijd zeg maar naar je ambtenaren luisteren voor informatie. Maar dit is gewoon een soort politieke ommekeer die ze weer gaan niet kent. Ik heb dat nog nooit eerder gezien. Maar is dat leek dan wel een D66, leek wel een D66-minister. Maar zou dat van de ambtenaren kunnen komen dat zij toch met de cijfers is geconfronteerd? Ja, en dat zij nu denkt, ja, ik zei dat altijd wel. Ik riep altijd wel van alles, maar dat kan helemaal niet. Nou, ze zei het volgens mij net in de maar het kan, het kan wel, maar de keuze wordt niet gemaakt. En dat vind ik wel bijzonder. Zeg dat dan. Wees daar gewoon eerlijk over. Krijg niet voor elkaar. Ja, nou, Jimmy Dijk, misschien is het ook niet toevallig dat mensen op het moment dat dit soort partijen op het moment dat ze gaan regeren, dat bepaalde dingen die ze ooit beloofd hadden niet meer kunnen. Ja. Bent u daar bang voor als u ooit gaat regeren? Nou, lokaal heb ik net zo lang in een coalitie als in de oppositie gezeten. Daar kregen wij ongelooflijk veel voor elkaar, zowel in de coalitie als in de oppositie. Maar in een coalitie moet je wel iets voor elkaar hebben gekregen. En ik noem nu mevrouw Agema. Ja, gewoon echt niets. Helemaal niets. Miljarden bezuinigingen op de zorg. Even een reactie van Mark Verkwer. Ja, nee, volgens mij alle kans om oppositie te voeren. Ja. Nee, dus wat zij echt, vond ik, authentiek liet zien, is dat ze inmiddels van veel meer kennis is voorzien en dus de consequenties van besluiten ziet. En ja, daar zit een draaien of een andere opvatting. Maar dat gaat echt terug op de kennis. En ambtenaren moeten verdorie zorgen dat al die kennis beschikbaar komt. Want laten we het eens even kijken naar hoe zo'n proces dan gaat. Hè? Ja, dan richting Prinsjesdag. Wat gebeurt er dan? Wat doen die ambtenaren met die minister of staatssecretaris? Vanaf dag 1 heel veel aan tafel zitten, kennis op tafel leggen. De belangrijkste onderwerpen benoemen. Je voelt al aan of je weet al wat er in de hoofdlijnen notitie staat en wat er in de regeerverklaring gaat komen. Of uiteindelijk de uitwerking. En daar ga je dan per onderwerp kijken. Goh, wat is beschikbaar? Wat weten we ervan? Dus dan kom je op het onderwerp streekziekenhuizen, waar zij nu naar een nieuwe uitweg zoekt. Of naar een andere vorm van financiering met private equity. Dat waren de 2 dingen die opvielen in de afgelopen. Ja, dan zorg je dat in ieder geval de minister echt alles weet. Want in de Kamer zitten Kamerleden niet klaar om te applaudisseren wat de minister zegt. Maar die zitten, de afdeling zagen en nog wat klaar. Het is echt vol stoppen met informatie, met cijfers. Nou, in ieder geval zorgen dat een minister of een staatssecretaris de hele redenering kan meemaken. Dus wat we noemen sparren. Wij spreken oefenen als oppositielid. Dus, heeft u Jimmy Dijk wel eens nagedaan? Nou, of iemand anders van de SP? We waren net aan het uitwisselen dat hij van na mijn periode. Zou het wel willen zien. Ja. 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 Boeiend. Ja. Het leukste is oppositielid spelen.